Jawel, man, luister nou. En dan de Radio 10 verkeersinformatie. Mag ik eerst nog het weer doen? Oh ja, natuurlijk, sorry. Ah, niet te snel, Kobus, je gaat zo snel weg. Ja. En waar is Evelien is gewoon weg? Ja. What the fuck? Evelien, wat is er gebeurd? Wat ben je doen? Ik zit te hoesten, maar ik stik. Harbel. Tepelhof. De Tepelhof. Tepelhof. Nee, oké, laat maar. Heb je weer gezopen, Henk? Wat is het dan, Max? Jij zegt dat gaat vandaag ziek vergaderen. Ik geloof dat we hier een redactioneel probleempje hebben. Ben zegt, ik heb vandaag 3 vergaderingen. Dus ik zeg, je gaat echt ziek vergaderen vandaag. Gewoon, je bent gewoon een generatiekloof. Er staat nu tussen haakjes, Ben gaat vandaag 3 keer vergaderen. Ja, nu snap ik het! Gaat ziek vergaderen. Met zo'n bakwak. Begrijpen kunnen afgaan, dan krijgen we van belasting. En mijn telefoon stond toch een beetje op stil, denk ik nog. Ook dat nog. Die had ik nog niet op de noodstand gezet. Nee, we hadden dus, bijna een fanfare gebeld. Was ik nou toch blijven liggen? Ja, dat zouden ze leuk hebben gevonden bij jou in de straat. Ja, dat hadden ze allemaal heel leuk gevonden. Er is geen weerbericht van Weer.nl. Ja, hij zal er wel zijn, maar ik kan het niet lezen. Dit is namelijk een radiostudio die gelijk is aan het Spel zonder Grenzen item, de Groene Zeephelling. Weet je wat ik doe? Ik geef jou even mijn laptop. Ja, want ik. Dit is jouw. Oh, dit, ja, maar hoe waarom heb jij het dan weer wel? Ja, dat is Chantal, hè? Dames en heren, het weerbericht van Weer.nl. De zon schijnt volop. Dankjewel, Chantal. Let op, de technische dienst. De technische dienst was al gebeld. Vervolgens volgt Verkerk voor de eerste keer het draadje wat uit een koptelefoon komt en houdt vervolgens een los kabeltje in zijn handen en spreekt legendarische woorden: ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Stuk oud. Oh, ah joh. Hoe ga ik dat vertellen boven? Hoeveel cd's hebben we? Beleef de dag van je. Ja, ga in de tepelhof. Ja. Het is zover. Ja. Zij komt binnen. Met haar haar nog in standje, ik slaap. Niks meer aangedaan. Wij zoeken nog een hark om er even doorheen te komen. Maar zij heeft zojuist de studio betreden. In this corner, Evelien de Bruin. Van de showtrap. Nee, je bent snel. Ik moet zeggen, je bent snel hier. Ja, hè? Ik weet niet of de politie... Ik heb wel gedoucht. Hey, de koning. Gelukkig krijg je nu bij Plus. Ze zit nu met een flesje water tegen de oog. Briljant. De Spotify-application is not responding. Uh-oh. Oh my god! Wacht even. Dit is nog nooit gebeurd! Dus Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams komt niet in de 90s-lijst nu. Het wordt een beetje een schoolmusical van groep 8. Ja, dat klopt. Dat was ik wel beter. Dat niveau. Radio 10.